Vijf manieren die ervoor zorgen dat mensen je aardig gaan vinden. Daar wil ik het in deze video met je over hebben. Aardig gevonden worden. Volgens mij een van de meest onderschatte principes van overtuigingskracht. En dat terwijl het volgens Robert Cialdini, een van de bekendere goeroes op dit gebied, toch een van de belangrijke overtuigingsprincipes is. Hij noemt het sympathie. Het idee dat je eerder ja zegt tegen een verzoek van iemand die je kent en die je aardig vindt. Maar lang voordat Cialdini over dit onderwerp schreef, was er al een andere goeroe die iets vertelde over aardig gevonden zijn, overtuigen en wat je kunt doen om dat te bewerkstelligen. En dat is Dale Carnegie. How to win friends and influence people. Oftewel, hoe maak ik vrienden en beïnvloed ik mensen? Een belangrijk boek en een boek met een aantal belangrijke lessen. En over die lessen over aardig gevonden worden, wil ik het in deze video hebben. De eerste les gaat over glimlachen. En het is misschien wel de simpelste les, maar zeer effectief. En ik heb het ook vaak zelf meegemaakt. In de voorbereiding van bijvoorbeeld een groot congres wil je nog wel eens een beetje in de stress raken. En als je dat met een paar mensen bij elkaar doet, dan wil het ook nog wel eens gebeuren dat je af en toe een conflictje hebt. Glimlachen helpt enorm om de sfeer dan goed te houden. Je laat daarmee gelijk zien, ik vind het fijn dat je er bent. Ik vind je aardig. Het is prettig om met elkaar contact te hebben. En het is een stuk beter dan met een vervelend gezicht de interactie met iemand aangaan. En hetzelfde geldt voor mensen in het publiek. Het is altijd zo dat er een paar mensen in het publiek zijn die misschien geen zin hebben, die je chagrijnig aankijken, en juist met een grote glimlach die mensen tegemoet treden helpt enorm om het positieve contact met een zaal, met een publiek te houden. De tweede les die gaat over het onthouden van mensen hun voornaam. En het is een niet te onderschatten les, want wat communiceer je daarmee? Dat je interesse hebt, dat je attent bent, dat je echt geïnteresseerd bent in iemand als je iemands voornaam onthoudt. En het gaat eigenlijk al vaak mis bij het voorstellen. Je hoort iemand misschien niet goed, je bent een beetje afgeleid. Mijn advies is, zorg ervoor dat je er gewoon nog een keer vraagt hoe iemand heet. Essentieel om iemand bij zijn voornaam te kunnen noemen. De derde les, zorg dat je een goede toehoorder bent. Laten we eerlijk zijn, veel mensen praten nou eenmaal graag over zichzelf, maar krijgen daar heel weinig de kans voor. Als jij degene bent die ze daar wel de kans voor geeft, word je gelijk aardiger gevonden en een betere gesprekspartner. Denk bijvoorbeeld aan iemand die heel enthousiast over zijn of haar eigen vakantie vertelt. We hebben de neiging om gelijk, om interesse te tonen, ook over onze eigen vakantie te vertellen. Maar een andere keuze die je kunt maken is doorvragen. En je merkt als je dat doet dat mensen je aardig vinden, dat ze hun verhaal bij je kwijt kunnen en dat je dus een goede gesprekspartner bent. De vierde les gaat over het voorbereiden. Hoe kun je nou voorbereiden op een gesprek, een belangrijk gesprek? Nou, één ding waar ik gelijk aan denk is inlezen in je gesprekspartner. En de mogelijkheden daarvoor zijn eindeloos. Je kunt tegenwoordig op LinkedIn veel vinden over iemand. En ik herinner me nog een belangrijk gesprek met een nieuwe opdrachtgever. En ik kon vertellen aan die opdrachtgever dat ik wist dat diegene een bepaalde opleiding had gedaan. Ik kon daar even naar vragen. En daar vertelde diegene meteen een paar minuten over. Het eerste contact was gemaakt, de interesse in elkaar was gewekt en ik liet zien dat ik me had voorbereid. Dus vierde tip, vierde les, zorg dat je je goed voorbereidt. En de vijfde les, geef complimenten. Iedereen wil gewaardeerd worden en zorg er dan dus voor dat jij degene bent die waardering uitspreekt. En dat kan al heel simpel. Iemand vertellen dat hij een hartstikke leuke broek aan heeft of mooie schoenen heeft gekocht. Is al een goed begin. Tot aan een compliment geven op een mooi rapport, op het binnenhalen van een nieuwe klant. Als je door het leven gaat met het idee dat iedereen om je heen in ieder geval op één aspect beter is dan jij, dan vind je altijd een goede aanleiding om een compliment te geven. Doe dat en je zult aardiger gevonden worden. Ik hoop dat je met deze tips uit de voeten kan. Glimlachen, zorgen dat je interesse toont in de ander, je goed voorbereiden, complimenten geven. En ik ben heel erg benieuwd hoe het je lukt, of het je lukt om die in de praktijk te brengen. Laat het ons vooral weten, we zijn heel erg benieuwd. En we zijn heel erg benieuwd hoe we je verder kunnen helpen. Dat kun je ons laten weten in de comments hieronder. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken en je te abonneren op het kanaal van het Nederlands Debat Instituut.